Chris Koppers van Rotary Club Schiedam De Veste. Jullie hebben een actie ondernomen. Wat is dat voor actie, Chris? Dat is een actie waarbij we doosjes tulpen verkopen om polio de wereld uit te helpen. Wat is polio precies? Polio is een ernstige ziekte die bijna uitgeroeid is. Het is nog maar in twee landen op de wereld vindt dat plaats, in Afghanistan en Pakistan. Het is een ziekte die zich vooral bij kinderen kan voorkomen. En ja, je kan verlammingsverschijnselen daarvan krijgen en dat soort zaken. Dus het is heel belangrijk dat inderdaad de wereld uitgaat. Jullie hebben een actie gestart. Wat is dat voor actie? Want het heeft met tulpen te maken, geloof ik. Ja, al heel lang organiseert Rotary International een tulpenactie. Wij als Rotary Schiedam De Veste doen daar uiteraard ook aan mee, want het is voor een heel goed doel. En de bedoeling is dat we doosjes tulpen verkopen aan kennissen, vrienden enzovoorts. Nou hebben wij ook de gemeente Schiedam gevraagd of zij deze actie willen meedoen. En daar hebben ze buitengewoon goed op gereageerd. Ze hebben maar liefst, en dan noem ik de losse tulpenbollen hoeveelheid, 7200 tulpenbollen afgenomen. En dat brengt behoorlijk wat geld in het laadje. Wat gaat er met de opbrengst gebeuren, Chris? Met de opbrengst kunnen vaccins worden aangekocht die voor in dit geval 9000 kinderen gevaccineerd kunnen worden. Nou hadden wij waarschijnlijk in Nederland vroeger ook polio. Is er nog iets van polio in Nederland? In Nederland is dat gelukkig helemaal uit de wereld. En zelfs in andere landen ook. Zoals ik net al zei, Pakistan en Afghanistan zijn de enige landen waar nog behoorlijk wat polio voorkomt. Maar de bedoeling is dat we ook doorgaan met deze actie en hopen dat dat met een jaar of vijf toch helemaal de wereld uit is. We staan hier op een mooie locatie bovenaan de Damlaan bij de molen. Waarom deze locatie? Ja, het is een locatie die toch ook wel de gelegenheid biedt vanwege dat groen en de molen. Een typisch Schiedam plaatje. Ja, wat bijzonder leuk is en fleurig is. Hoe kunnen mensen aan de tulpenbollen komen als ze erbij willen dragen? Oké, dat is een mooie vraag. Op dit moment staat de actie even stil. Maar in augustus, september, oktober, dan vindt er weer een nieuwe actie plaats. Daar zullen we ongetwijfeld ook weer kenbaar maken. En dan zijn de tulpenbollen doosjes weer te koop. Wat even voor de duidelijkheid. De tulp moet je van tevoren planten. Zeker 6 weken voordat de vorst invalt. En dat is dus zo'n beetje eind november, moeten ze echt wel de grond ingaan.